ik ga een stekker aan deze snoer maken. Je hebt nodig een kniptang, een schroevendraaier, een breekmesje of een ander scherp mesje en een striptang. Om de isolatie van de snoer te halen, moet je de snoer dubbel buigen en dan moet je heel voorzichtig met een mesje eroverheen om te zorgen dat het dat de buitenste isolatie wordt doorgesneden en de binnenste niet. En daar zijn altijd drie draadjes voor en dan is altijd deze, die geel-groene, die is voor de randaarde en deze is voor de plus en de min. Maar omdat je een stekker zo of zo erin kan zetten, maakt waar je plus en je min zit, maakt niet uit. Ik heb de stekker opengemaakt, dekseltje los en dan zie je de twee pennen van de stekkers en een schroefje voor het randaardedraadje en een klem om het hele snoer in vast te zetten. Om de draadjes erin te kunnen maken, moet er nog een keer isolatie af. En daar gebruik ik een zogenaamde striptang voor. Dat is gewoon lekker makkelijk, die zet je erop. Van nu de isolatie van het snoer af is, gaat dus één van de twee draadjes aan deze kant erin. En dan moet je hem er zo diep in stoppen dat je geen koper meer ziet. En dan het schroefje heel stevig vastdraaien. Want als je dat niet doet, dan kan het gaan vonken in de stekker. En daar kan brand van komen. Dat wil je niet. Vaak zijn de duurdere stekkers ook echt beter vormgegeven. Dat ze vooral handiger zijn om eraan te zetten. En dit is een goedkope, dus dat is een beetje gepruts. Dit draadje, dat is veel te lang nu. Dat kunnen we nu op maat maken. Zodat het onder dit schroefje kan. En dat is even wat gefrunnik om het op zijn plek te krijgen. Maar nu zit hij. Dus nu kan ook dit schroefje vast. Kijk, en dan zit dus het geelgroene draadje aan het randaardeklemmetje. Dat zit altijd aan die zijdingetjes. En die twee zitten aan de stekkerpennen. En als je dan de deksel erop doet en je schroeft hem dicht, dan is hij klaar. En dan kan die dus aangesloten worden.